Nadat Oosterwijk in 1936 een permanent openluchttheater kreeg, werd het succes niet alleen voortgezet, maar het nam zelfs nog toe. Het openluchtspel was niet meer weg te denken. Het werd een belangrijk stuk cultuurgoed voor de Oosterwijkse gemeenschap, maar ook daarbuiten. En het werd ook een trekpleister voor de toeristische industrie. Omstreeks 1950 verschijnen er, waarschijnlijk onder invloed van de gunstige kritiek die het Oosterwijks openluchttoneel overal in de landelijke pers krijgt, op andere plekken in Nederland ook openluchttheaters. Voor die theaters is het echter heel moeilijk om op te boksen tegen het succes van het Oosterwijks openluchttoneel. Het Algemeen Dagblad noemt Oosterwijk het voorbeeld van openluchttheater zoals het in Nederland gespeeld zou moeten worden. De krant schrijft: men beschikt er niet slechts over een schare toegewijde en begaafde amateuractrices en acteurs, maar ook over de noodzakelijke overige krachten. Onder deze stuwende krachten kan zeker ook oud-gemeentesecretaris Cornelis de Valk worden gerekend, die de VVV-propaganda leidt en daarmee een belangrijke bijdrage levert aan de altijd weer uitverkochte voorstellingen. Slechts weinig openluchttheaters is het een lang leven beschoren. Want het openluchtspel is, zoals voorzitter Marinus Domstor verklaart, geen winstgevend bedrijf. De tweede factor in het succesverhaal is, aldus Domstorf, de stukkeuze. Niet elk stuk is geschikt voor het openluchttheater. Ondertussen zetten de gezellen van de Spelen de in de jaren 30 ingezette koers van het luchtige repertoire voort. Hoewel een recensent van Dagblad de Tijd in de zomer van 1951 stelt dat het succes nog groter zou worden als men wat eenvoudiger stukken zou uitkiezen dan het werk van Shakespeare dat men dat seizoen op de planken brengt. Op het programma staat dan veelgemin geen gewin een vertaling van Much Ado About Nothing. Dezelfde krant is lyrisch over het spel van elektricien en amateur toneelspeler Jan Merkelbach. Zoals hij ons ooit heeft laten genieten van zijn Spoel de Wever in Shakespeare's Midsomernachtsdroom, zo hebben wij voor, nog nadien, amateurtoneel beleefd. In 1952 staat Shakespeare opnieuw op het programma. De gezellen brengen dan een reprise van Drie Koningenavond en op de foto uit 1952 ziet u rechts Jan Merkelbach als jonker Bibberwang. Shakespeare blijkt in elk geval wel uitermate geschikt voor het openluchttoneel. Ondertussen heeft de katholieke kunstkring Oosterwijk omhoog het moeilijk. Door het veelvuldig verplaatsen van voorstellingen naar het buitentheater blijft het gebouw aan de Stationsstraat veel te vaak ongebruikt. Dat doet het bestuur besluiten om ook verenigingen die niet het predicaat Rooms-Katholiek voeren in het programma op te nemen. De toneelafdeling, vanaf het begin de meest succesvolle tak van de vereniging, speelt na de oprichting van de openluchttak De Gezellen een beduidend bescheidenere rol in de Oosterwijkse toneelcultuur. De gezellen bloeien daarentegen rijkelijk. In 1951 wordt zelfs een afdeling voor jongeren van 14 tot 18 jaar opgericht, de jonge gezellen van de Spelen, die in 1953 hun openluchtdebuut maken met het stuk Perlefine van de Vlaamse auteur Anton van der Velde. In het voorjaar van 1953 roepen de gemeente Oosterwijk, de VVV en de katholieke kunstkring de Stichting tot Exploitatie van het Natuurtheater Oosterwijk in het leven. Een belangrijke verandering die wordt doorgevoerd is het aanbrengen van een kunstverlichting waardoor nu ook voorstellingen in de avonturen kunnen worden gespeeld. De voortvarende Stichting tot Exploitatie van het Natuurtheater programmeert voor het zomerseizoen 1953 maar liefst 25 voorstellingen. De jonge gezellen van de Spelen openen het seizoen met Perlefine en in een incidenteel samengaan in een groep met de naam Verenigde Oosterwijkse Spelers nemen de volwassenen van de gezellen samen met toneelvereniging Eendracht Maakt Macht maar liefst 2 stukken voor hun rekening. Vooralsnog blijft het bij deze eenmalige alliantie. Er is nog geen sprake van de vereniging die enkele jaren later zal ontstaan met dezelfde naam Verenigde Oosterwijkse Spelers. De oprichting van de Stichting tot Exploitatie van Natuurtheater Oosterwijk leidt echter blijkbaar niet tot verbetering van de financiële situatie van het openluchttoneel. In 1956 en 1957 wordt er geen openluchtspel opgevoerd. Plannen om in 1956 nogmaals het successtuk Don Quixote op het programma te zetten stranden op het hoge honorarium wat de regisseur bedingt. Het openluchttheater biedt regelmatig gastvrijheid aan toneelgezelschappen, orkesten en operetteverenigingen, maar de eerstkomende jaren zal het rondom het Oosterwijkse openluchtspel rustig blijven.
De gezellen van de Spelen, de vaste bespelers van het openluchttheater, kunnen het financieel en organisatorisch niet meer opbrengen om op eigen kracht nog producties in de openlucht te brengen. Daarom neemt het bestuur van de gezellen in 1964 het initiatief om een samenwerking aan te gaan met toneelvereniging Eendracht Maakt Macht en de aan de Katholieke Arbeidersbond verbonden toneelvereniging Meer Vreugde. De besturen gaan een gesprek aan met de gemeentelijke culturele commissie en de gesprekken resulteren in de oprichting van de Stichting Verenigde Oosterwijkse Spelers. Het bestuur wordt samengesteld uit bestuursafvaardigingen van de drie gezelschappen. Als voorzitter van de nieuwe stichting werpt zich Marinus Domstorff op, de voorzitter van de culturele commissie en zelf lange tijd lid van de toneelafdeling van de Katholieke Kunstkring. Hij speelde regelmatig tot 1924 mee in openluchtspelen. Hij zou gedurende vele jaren bestuursfuncties uitoefenen in de Oosterwijkse toneelwereld, was mede oprichting van de Oosterwijkse Revue en zou het openluchttoneel tot aan zijn dood in 1996 een warm hart toedragen. Het archief wat hij hierover door de jaren heen heeft opgebouwd is ondergebracht in het regionaal archief in Tilburg. In 1965 brengen de Oosterwijkse spelers hun eerste voorstelling in de openlucht. Het stuk Fuente of Vergunda van de Spaanse toneelschrijver Lope de Vega. De regie van het stuk is in handen van Kees Kolen, schoonzoon van voorzitter Domstorff. Met deze eerste voorstelling van de Verenigde Oosterwijkse Spelers, of kortweg de Vos, wordt meteen de 50ste verjaardag van het Oosterwijkse openluchtspel gevierd. In de daaropvolgende jaren brengt de Vos elke zomer toneelvoorstellingen in de openlucht, waarin muziek een steeds grotere rol gaat spelen. In 1971 wordt de Vos uitgebreid met theatergroep Trapaf, een gezelschap dat is voortgekomen uit de gelijknamige jongerensociëteit. Het openluchtspel bloeit weer als vanouds. De Katholieke Kunstkring raakt in het slop. In 1971 blijkt ze een stille dood gestorven en wordt ze opgeheven. Het beheer van het gebouw aan de Stationstraat komt in handen van de Stichting Samenlevingsopbouw Oosterwijk. In 1988 krijgt het openluchtspel een nieuwe beheer en een nieuwe impuls door Kees Mercé, die ook pachter is. Hij knapt het theater op en vanuit de Rode Lelie zet hij ook nog een speeltuin neer. En de griem- en verkleedruimte wordt omgebouwd tot poppentheater. In 2011 is het zo dat de Vos en Trapaf een nieuwe ruimte gaan bouwen en die komt te staan vlakbij het speelterrein en die heet De Cast. En daarin zijn dan de faciliteiten om te kleden en te grimeren. Exploitant Kees Mercé mag helaas het 100-jarig jubileum van het openluchttoneel niet meer meemaken, want hij overleed op 12 januari 2015. Hij gaf echter wel het stokje door aan zijn twee zoons. Melvin, jij en jouw broer Maurice hebben het stokje van je vader overgenomen. Betekent dat een nieuwe wind? Een nieuwe initiatieven of gaan jullie verder op de door jullie vader ingeslagen weg? Ik denk dat het alle drie is. Het is een nieuwe wind. Er gaan nieuwe initiatieven komen, maar de gedachtegang van pa zit in ons hoofd. Dus wij zullen altijd de manier van hoe pa het hier gedaan heeft, zullen we altijd in ons achterhoofd hebben zitten. En daar zullen we naar handelen. Maar wij twee zoons van pa zijn in een andere tijd geboren, waardoor je ook andere acties gaat doen later. Vader is niet opgegroeid met internet, wij wel. Waardoor je toch een aantal dingen anders gaat doen dan vader. Maar ik denk over het 80% dat we toch wel de gedachtegoed van pa vasthouden. Het kneuterigheid, de simpelheid. En dat het theater in principe niet van ons is, maar van Oosterwijk. En dat willen we eigenlijk na gaan streven. En wat houdt het in voor de programmering? Voor de programmering natuurlijk dat je kleine Oosterwijkse verenigingen / grote verenigingen in Oosterwijk de kans geeft om het theater te gebruiken. Ook op 100-jarige leeftijd is het Oosterwijkse openluchtspel nog springlevend. De Verenigde Oosterwijkse Spelers waren vanaf 1965 elk seizoen in het Natuurtheater te vinden met hun op de lokale geschiedenis gebaseerde voorstellingen. En sinds 2006 brengt de Vos, nu een afkorting voor Vereniging van Oosterwijkse Spelers, in een nieuwe samenstelling en onder een nieuw bestuur voornamelijk muziektheater. In 1989 vond ook de in 1969 opgerichte theatergroep Trapaf de weg naar het buitentheater. En ook dit gezelschap is sindsdien, met zijn zelfgeschreven familievoorstellingen, elk zomerseizoen in het Natuurtheater te vinden.
En met name deze twee vaste bespelers van het Natuurtheater houden de traditie van het Oosterwijkse openluchttoneel levend en op weg naar, wie weet, een volgend jubileum.